Het is weer tijd voor een spreekbeurtje of werkstuk, wat je ook wil. En we gaan het hebben over de E3, logisch. Het is E3-tijd en als er dan geen E3 is, uh, en je bent, weet ik veel, dik 15, 16, 17 jaar, nee, 20 jaar, 20 jaar lang naar de E3 geweest, dan, uh, dan heb je natuurlijk een enorme back-catalog aan materiaal uh, om op terug te vallen. Dus ik ben even een beetje in het verleden gedoken en ik wil het hebben over een. Een, een aspect wat elk jaar weer belangrijk was op de E3. Misschien wel een van de belangrijkste dingen. En die ook elke keer weer zorgt ervoor. Leuke discussies uh, tussen ons onderling uh, de, 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 op de redactie. Maar ook bij de community, bij de gamers thuis. Uh, denk aan de wall. Uh, en dat was het bepalen van de game... Of de show. Wat was nu van alles wat je zag: hè, al die honderden games die je voorbij zag komen in presentaties en op de beursvloer. Wat was nou de game die het meeste impact maakte op jou? En um, de E3 heeft daar een award voor in het leven geroepen. De Game Critics Awards. Uh, dat zijn dus niet onze eigen awards, zijn de Game Critics Awards. Uh, die worden verkozen door 35 Noord-Amerikaanse media-outlets. Dus denk aan de IGN's en de GameSpots en de Game Raiders en weet ik allemaal wat. Die bepalen dat. En over het algemeen kwam dat wel redelijk overeen met wat wij zelf zagen als de grootste game, de klapper van de show. En um, Zo'n uh, so, so game kreeg ook altijd daarna een, een enorme boost qua hype. Uh, het was echt belangrijk voor publishers dus om die prijs te winnen. Hè. Je had natuurlijk de, 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 best, de best PC, de best console, de best multiplayer, de, de best dit, de best dat. Maar de best game overall. Als je dat predicaat op jouw uh, spelletje had geplakt gekregen, dan. Ja, dan dan stond je eigenlijk al 1-0 voor in uh, de marketingwedstrijd naar een commercieel succes. Um, ik heb even van de laatste, uh, even kijken hoor, dat zijn volgens mij uh, vanaf 2010 tot, 2000, tot en met 2019, de laatste tien jaar, heb ik even die games opgezocht. En ook gekeken naar de, de, de competitie, dus de genomineerden tegen wie uh, te, ze het opnamen. En um, ja, dan, dan krijg je toch wel een, een, een heel leuk beeld. Ook een beetje nostalgie weer. Um, en ik ga kijken of ik er ook nog wat dingen uit mijn eigen ervaring kan bij vertellen. Goed, 2010. Overigens, um, wij zelf zijn met GameKings. Als, als, als GameKings zeiden in, 20, in, in, in 2002 voor het eerst daar naartoe gaan als Gamekings. en daarvoor waren Boris, ik skate al een aantal keren voor Power Limited daar geweest. Dus uh, wij hebben echt wel heel wat Gamekings... Uh, heel wat uh, E3-historie uh, uh, daar liggen uh, in het verleden. Zijn games als uh, Half-Life 2, uh, The Wii is een keer Game of the Show geweest. Game of the Show. Uh, welke kan ik me nog meer herinneren? Uh, nou goed, heel veel Doom 3, ook uh, een Game of the Show geweest. Dat waren waren echt oude classics en niet altijd waren die games uitermate uit succesvol. Homeworld is de keer geweest, dat werd niet echt een succes. Uh, en zo zijn er nog wel een paar geweest die gewoon niet een commercieel succes hebben gehaald. Maar goed, ik ga even wat meer naar deze tijd toe, wat herkenbaarder voor ons. En ik uh, begin in 2010. En in 2010 werd uh, The Game of the Show werd Assassin's Creed Brotherhood. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik vond dat niet de beste. Assassin's Creed die ik ooit gespeeld heb. En zo is die eigenlijk uiteindelijk ook niet uh, uh, ja, in, 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 in uh, de analen terechtgekomen, uh, het ding was wel zo, Ubisoft had altijd de kwaliteit om waanzinnige trailers te maken. En dat was natuurlijk wel heel belangrijk. Overigens, om in aanmerking te komen voor een uh, Game Critic Award, moest je ook. Hands-on aanwezig zijn op de beurs. Hetzij alleen behind closed doors. Het zij behind closed doors en op de beurs. Maar de game moest speelbaar zijn. Dit is belangrijk, want daar kom ik straks nog een keertje op terug met een bepaalde titel. Die, uh, die er niet in de lijsten stond en waarvan iedereen dacht van wat de fuck, waarom hoort die er niet bij? Goed, deze game zag er waanzinnig mooi uit. En het level wat we toen te, speel, uh, gespeel, uh, te spelen hadden, uh, volgens mij was dat ook dit level. Was natuurlijk bijzonder indrukwekkend met al die. Wat zijn het geestelijke die daar rondlopen? Het zag er mooi uit. En het won daardoor de award. Wat waren de. de ja de tegenstanders waren Gears of War 3, Halo Reach, Medal of Honor, ja Medal of Honor inderdaad en Star Wars The Old Republic. Nou, als je nu kijkt naar critical acclaim, oftewel gewoon wat was nou de meest vette game qua gameplay, qua uiteindelijk toen die uitkwam, denk ik toch wel dat Star Wars The Old Republic gewoon uh, uh, de meeste impact heeft gemaakt. Um, daar zijn nog steeds mensen van die uh, daarop uh, op op vervolg zitten te wachten, maar Assassin's Creed ging dus met die prijs uh, uh, vandoor. Dan, 2011. Uh, Toen won Bioshock Infinite. Um, ja, voor mij ook wel terecht. De competitors waren op dat moment uh, Batman Arkman City. Waanzinnige game. Uh, Bioshock Infinite dus inderdaad. Uh, The Elder Scrolls V Skyrim. Hallo, hé. Ook een waanzinnige game. Tomb Raider. Ook een waanzinnige game. En Uncharted 3 Drake's Deception. Ook een waanzinnige game. Dit was echt een... Waanzinnig jaar op de E3. Um, dat Bioshock Infinite heeft gewonnen en uiteindelijk niet de Elder Scrolls uh, Skyrim, wat toch denk ik veel meer impact heeft gemaakt. Uh, als we het hebben over verkoop en, en grootte, uh, is opvallend. Ik vind het ook zeker niet de beste Bioshock. Maar uh, de demo die we uh, uh, te, te, ja, te spelen kregen, die uh, overtuigde nogal. En um, dat is het ook vaak. Hè? Ik bedoel, welk stukje pakken ze uit een game um, en waar media natuurlijk heel vaak naar kijkt zit er een bepaalde vorm van innovatie in. Um, Bioshock kwam natuurlijk naar de bovenwereld toe. Uh, uh, er zaten, ja, je zag het net al in die gameplay dat dat zag er gewoon hartstikke tof uit. Het speelde gewoon heel erg goed. Het, het was een robuuste beeld die je te spelen kreeg. Uh, en ik denk dat je met Tomb Raider en Uncharted uh, toch al zoiets had van dat kennen we dan wel een beetje uh, meer. En Batman, Bat, uh, Batman, wat ik weet, is van ja, als je niet van superheroes houdt, dan uh, kun je daar misschien onbewust wat, wat negatiever over zijn. Maar Bioshock uh, won dus de prijs voor de beste game van de show. Toen 2012, The Last of Us. Nou ja, bedoel ik, daar hoef ik echt werkelijk niks over te zeggen. Uh, dit sloeg werkelijk waar in als een bom. Uh, ik heb dat daar toen ook zitten spelen. Uh, ja, amazing. Uh, al vanaf het moment dat het bij de PlayStation-persconferentie werd getoond, was iedereen hier vol van, uh, dit was next level gaming. Uh, ze namen het op tegen Assassin's Creed 3, uh, Dishonored, Halo 4 en Tomb Raider. Weer Tomb Raider, die was dus blijkbaar nu voor de tweede keer daar op de show ja, moet ik hier nou nog veel over zeggen? Misschien wel een van de beste games. Wat mij betreft een van de beste games die ik ooit gespeeld heb. Uh, wordt inmiddels geremasterd van een reboot van een remake. Uh, maar uh, ja, als je dit nog niet gespeeld hebt, jongens, alsjeblieft ga dan die remake halen. Want pff, beter dan dit ga je het niet krijgen. En terecht dat dit dus de game of the show. Dit, kan ik me nog wel, dit is een van die games die ik me dan nog heel goed kan herinneren hoeveel indruk dit maakte en hoe... Hoe lang die rijen waren voor mensen die dit uh, wilden spelen op de beurs. Dan 2013. Um, Titanfall. Nam het op tegen Destiny, de Oculus Rift, PlayStation 4 en Watch Dogs. Kortom, de game Titanfall maakte meer impact dan de PlayStation 4 en um, Destiny. En dit is nou typisch zo'n game. Die, um, waar journalisten nog steeds helemaal achter staan. Want de gameplay van deze shooter. En het feit dat je Mech kon spelen. En gewoon um, ja, boots on the ground. Het voelde zo ontzettend goed aan. De trailers waren zo goed. De beeld was zo fucking breed. Dat wij allemaal ervan overtuigd waren. Dit gaat misschien wel een bedreiging worden voor de Call of Duty's van deze wereld. Nou, vergeet het maar. Um, EA heeft werkelijk waar. Uh, uh, scheid gehad aan uh, dit spel. Uh, het heeft het neergezet, volgens mij, tegen, tegenover een Battlefield. Uh, het verkocht niet. Uh, Respawn is daar nog steeds wel een beetje boos over. Maar goed, blijkbaar is de liefde weer, weer gekeerd. Want Respawn is inmiddels nu ook uh, eigenlijk een beetje aan de macht als het gaat om Call of Duty. Om ervoor uh, te zorgen dat gewoon de gameplay die Titanfall had, die fast-paced, toffe actie, to the point balanced. Uh, dat dat ook terecht had komen in Call of Duty. Maar ja, goed. Uh, zo zie je het ene jaar op The Last of Us... waar iedereen over denkt, ja, blind, tuurlijk. Logisch. En Titanfall... Ik weet het niet, man. Raar. Um, dan, 2014. Nou, dit is misschien wel... Uh, ook alweer een teken hoe je... Hoe je uh, ja, ook, ook op het verkeerde been... kan gezet worden door een game. Uh, de winnaar... Daar gaat hij, dames en heren. De winnaar van dat jaar was namelijk... Evolve. ja. wie kent dit nog eens een keer? Um, ik ben de term even kwijt. Maar het, het was... Hier ja, moet kijken, 60 awards. Het was oneven gameplay. Dus oftewel met z'n vieren nam jij het weer op tegen... Uh, de, tegen een monster en hunters en weet ik allemaal wat. En, um, ik kan het me niet goed meer herinneren, man. Want het nam het op tegen bijvoorbeeld een No Man's Sky. Daar iedereen had... Van, wat, wat was dat wel niet wat we zagen? Uh, Rainbow Six Siege was er... Inmiddels, natuurlijk, gewoon een waanzinnig populaire multiplayer game. Uh, Batman Ark Knight, die, die was Oh nee, die, dat was het eerste, was City Batman Ark Knight. Alien Isolation, oké, okay, dat was natuurlijk ook gewoon niet zo uh, top. En Middle Earth, Shadow of Mordor. Mwa. De media was hier super lovend over. Over dit principe. Dit kan, zou wel weer eens een frisse wind kunnen gaan uh, doen. Waar je in het land der multiplayers. Uh, niet meer 10 tegen 10, 8 tegen 8. Maar. Uh, oneven gameplay. Uh, je, je bent de hunter en dan kan je hele andere dingen doen. als, als degene op wie gejaagd wordt. Nou, dat zou tof worden. Nou, deze game flopperde flopte als een malle toen hij uitkwam. Uh, dat deed overigens uh, No Man's Sky eigenlijk in het begin ook. maar later is die natuurlijk wel omhoog gekomen. Uh, ze hadden allebei ook, geloof ik, vier awards in totaal. Uh, maar ja, uiteindelijk, uh, ja, de meeste stemmen ging toch naar Evolve. Uh, daar zaten we er met z'n allen toch even lekker. Uh, uh, Mis. Uh, 2015. Uh, ja. Weer een ongelooflijk sterk jaar. Want in dat jaar hadden we dus Horizon Zero Dawn. De Oculus Touch. Nou, VR heeft het nooit echt heel vet gedaan. Star Wars Battlefront. En Uncharted 4 en Thieves' End. En uiteindelijk ging uh, naar huis met de winst Fallout 4. Ja. Fallout heeft het. Altijd goed gedaan op de beurs. Uh, dat gaan we straks volgens mij. Dan moet ik even spieken. Dan uh, gaan we dat later ook nog zien. Nee, want Fallout 3 heeft ook ooit een, uh, een Game of the Show Award gewonnen. Uh, Bethesda was altijd populair. Op de beursvloer. Ik, ik weet nog exact. Waar boven Bethesda zat als je behind closed doors moet worden. Ja, dat is echt griezelig dat je dat soort dingen weet. Maar daar wil hij elk jaar naartoe. Ik weet niet wat het is. Er valt genoeg op aan te merken op bepaalde dingen die Bethesda nu doet. Dat, het, dat Fallout 76 is gewoon niet goed. Maar uh, het is een fan favorite. Het is ook een Amerikaans bedrijf. Super Amerikaans. Uh, Ga vaak leuke festen, uh, feesten in de ik dacht dat het de Saddle Ranch was in, in, op, uh, op Hollywood Boulevard. Uh, daar wilde je ook altijd bij zijn. Flink wat bier en uh, 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 steaks. Um, en Fallout 4 was gewoon... Oké, okay, sorry. Sorry, Guerrilla. Uh, Horizon Ordon is ook vet. Uh, maar Fallout 4... Ja, toen we dit ook weer zagen. Iedereen was verkocht. Um, dit wilde je gewoon spelen. Uh, gaan we naar 2016. En uh, ja, we hebben tot nu toe weinig Nintendo gehad. Nintendo vond ik uh, altijd de beste stand hebben uh, gewoon relaxte mensen niet al te overdreven boetbeeps uh, vooral heel klantvriendelijk uh, goed georganiseerd en uh, altijd hadden ze wel een hele sterke line-up. Het was altijd misschien van alle stands wel het meest druk. De meeste gamers zijn toch van origine hebben iets met Nintendo. En dat, dat zag je daar altijd. Uh, maar ja, tot nu toe, toe hebben we nog weinig Nintendo games gehad, maar in 2016 won The Legend of Zelda Breath of the Wild. En die namen het op tegen Battlefield 1, Dishonored 2, Horizon Zero Dawn, nog een keer, Sea of Thieves, um, toen al, uh, en uh, Titanfall 2. Kun je nagaan, uh, Titanfall 2, nog steeds, hè? weer respawn, bedoel, het speelt gewoon heerlijk. Maar terecht dat de Legend of Zelda Breath of the Wild gewoon bom. Dit is een fenomenale game, zelfs ik heb er plezier mee gehad. Um, en um, ja, we zitten nog steeds te wachten op deel 2. Kop Nintendo. Um, laat hem uitkomen. In ieder geval dan een beetje niet al te lang in 2023. Want uh, we willen weer zo'n zo blockbuster game op de Switch hebben. Uh, Nintendo altijd favoriet bij heel veel. Maar aan de andere kant, als je als media niks met Nintendo had, dan. Was dit ook wel weer een lastige game? Je ziet sowieso, hè, ik heb nu veel games opge opgenoemd, uh, dat Japanse games, Aziatische games, niet bepaald oververtegenwoordigd waren. En dat kwam misschien ook omdat die dan weer hun paaltjes bewaarden voor de Tokyo Game Show, die er een paar maanden na was. Uh, en, en ja, die, die bedrijven waren gewoon wat minder goed in PR in Amerika. Die, die, ja, die, 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 die konden dat toch wat minder goed aanpakken. Dan 2017 en opnieuw victorie voor Nintendo. Want Super Mario Odyssey won. Ze namen het op tegen Assassin's Creed Origins. Ja. Voor, voor velen ook misschien wel de beste uh, Assassin's Creed gemaakt. Uh, Mario Rabbits: Kingdom Battle. Middle-earth Shadow of War. Hadden we die net al niet een keer eerder gehad? Ik ga ik even naar boven. Ja, uh, Shadow of. Nee, Shadow of Mordor. En dit is Shadow of War. Uh, ja, blijkbaar toch uh, vinden ze dat leuk. Die RTS en Wolfenstein, tweede nieuwe klasse. Hartstikke leuke game. Niet zo'n heel sterk jaar, dus wat dat betreft. En uh, ja, ook hier. Uh, ik heb hem zelf niet gespeeld toen. Uh, maar ik weet wel dat Boos en ja, de mensen die er waren. Die ja, die waren hier wel vol van. Dit, dit, dit ging het wel worden, natuurlijk, deze game. En um, het is het uiteindelijk geworden. Het is een fantastische uh, platform-action game geworden. Uh, terecht dat die dat jaar eigenlijk vrij onbedreigd met die prijs. Um, uh, ja. Naar huis ging. Nou ja, we gaan nu naar 2018. En eigenlijk is de E3 toen al langzaam al een beetje aan het afkalven. Uh, het oudere team, Team Zuur, uh, de Oude Garde, de Veteranen, ging al wat minder vaak. En het waren vooral de Jonkens die er naartoe gingen. Dus ja, ook weer een nieuwe generatie journalisten die aansloten. In 2018: uh, Resident Evil 2. Why? Uh, nou ja, misschien als je de, 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 de lijst ziet. Anthem moesten ze tegen opnemen. Nou, dan, ik zal proberen mijn lach in te houden. Uh, alhoewel we echt vreselijk het op een verkeerde been werden gezet. door die fantastische uh, trailer die ze lieten zien en demo. Uh, Marvel Spider-Man, misschien uiteindelijk wel gewoon de beste game van het hele uh, gedoetje. Um, Sekiro Shadow Die Twice, net even te niche en te hardcore. De Souls-like. Nu met Elden Ring zou het bijvoorbeeld weer wel uh, hebben gekund. Hè? Toen zaten ze nog aan het groeien. En Super Smash Bros. Ultimate. Uh, Multiplayer games hebben het nooit echt super goed gedaan. Uh, behalve dan Evolve, maar dat was dan weer vernieuwend. Um, en heel veel mensen zeiden, en de goede verstaande, de goede opletter zegt nu: uh, 2018, dude, E3, Cyberpunk, waar is die dan? En daar treedt dan weer die regel op. De game moet speelbaar zijn. Hands on. En dat was hij niet. Het was een demo. Iedereen werd helemaal gek. Uh, wij 100% zeker. Uh, de hype begon daar. Maar hij was niet speelbaar. Dus mag hij ook niet meedoen voor een award. En dus zul je Cyberpunk ook niet zien tijdens de awards. Tijdens dit rijtje. En um, ja, ging Resident Evil 2 <coughs> met de eer strijken? <coughs> Gaan we naar het laatste jaar, 2019. Want dat is eigenlijk een beetje. Uh, ja, daarna kwam 20 en 21. Uh, de, de pandemieën en al die ellende. En, en de E3 was eigenlijk gewoon niet meer helemaal uh, uh, wat het was. Um, wat was in 2019 de winnaar? Final Fantasy VII, de Remake. Um, en daar kan ik wel mee leven. Uh, Borderlands 3 was een tegenhanger. Doom Eternal. Star Wars Jedi Fallen Order. The Outer Worlds. En Watch Dogs Legion. En yeah, ja, Borderlands 3 was tof. Maar die hebben we wel vaker gehad. Star Wars Jedi Fallen Order was tof, maar ook niet opzichtbarend. The Outer Worlds, zeker een hele toffe RPG. Maar we wisten nog niet helemaal hoe en wat. En Final Fantasy is toch ook weer bij gamesjournalisten um, ja, iets magisch. Uh, en dat heeft er veel mee te maken dat uh, er een hoop oude lullen natuurlijk ook in de industrie werken. En uh, ja, die zijn opgegroeid met de Final Fantasy-serie. Dus die, die zien dit wel tof. Maar we waren allemaal verbaasd hoe fucking uh, vet deze remake was. Het is ook wel slim van Square. Want Square. Ik, ik weet niet hoeveel presentaties ik wel niet heb gezien van Square. Of van PlayStation. En dan kwam weer Final Fantasy 321 voorbij. En dan het vorig jaar gingen ze dan weer terug naar 17. En het jaar erop dan gingen ze weer naar 54. Ik bedoel, je snapt het op een gegeven moment even niet meer. Uh, maar iedereen riep maar: jongens, Final Fantasy 7. Dat, dat is. De legende, uh, de, de beste Final Fantasy, die als die nou nog een keer geremaked wordt... en dat gonst en dat gonst en het gonst, en uiteindelijk was hij daar... en iedereen was, uh, was helemaal overtuigd. Dus uh, zij wonnen als laatste de award voor best game. Ja, en toen was er dus eigenlijk niet echt meer een E3. En ook als je nou naar de huidige periode krijgt, wat we nu tot nu toe hebben gezien... Als ik heel eerlijk ben... Playstation heeft niet echt State of Play en daarna de Last of Remake niet echt iets gebracht dat je zegt van oké okay, dat stak er nou waanzinnig bovenuit. Hey, kwaliteit genoeg, daar niet van. Uh, the Resident Evil uh, dat wil ik allemaal uh, uh, heel graag spelen. Final Fantasy, maar ik denk niet dat die op een show de bovenuit had gesteekt. Dat had misschien een Gordon War Ragnarok wel, maar die hebben we nog niet gezien of iets nieuws. Uh, dan ga je naar de Summer Game Fest. Ja, yeah. Callisto Protocol vond ik er wel boven uitsteken. Die was waarschijnlijk best debut of best rookie game geweest. Uh, wat uh, uh, iets nieuws. Uh, en dan, als je kijkt naar de Xbox en Bethesda persconferentie... dan denk ik dat daar één game boven uitsteekt. Dat is Starfield. Uh, en misschien ook Diablo 4. Ja, kijk, dat zijn dan wel twee titels... Uh, die waarschijnlijk bij de genomineerden zouden zijn geweest. Uh, maar... Je had veel meer moeten hebben. Je moet altijd uit een game of twintig kunnen kiezen die er echt bovenuit stak. En dan zie je maar weer in... Natuurlijk, we maken er een feestje met elkaar van. En er komt ook een wall. En er zijn genoeg leuke games waar we naar uit kunnen kijken. Maar... Uh, er is toch wel wat aan de hand. Hè? De, de EA's, de Activision's, de, de Ubisofts en de Sony's en de Nintendo's uh, hebben eigenlijk weinig nog getoond van hun grote blockbusters. Dat doen ze op een ander moment. Dus die juniperiode is wat dat betreft een beetje weg. Wie weet dat het volgend jaar weer terugkomt? De nieuwe E3. Ik heb er mijn twijfels bij. Uh, de ESA mag van alles en nog wat roepen, maar de industrie is veranderd. Uh, ik weet niet of al die partijen wel weer uh, miljoenen dollars willen gaan neertrekken voor stands. Ik, ik hoop het wel, want dan kunnen wij weer terug naar L.A. Ik weet het niet. Um, en dat maakt deze competitie toch wel wat minder spannend. Um, ja, weet ik zeggen dat ene jaar. Ik, 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 ik moet even weer zoeken, volgens mij was het 2014. Nee, dat was het niet. Uh, het was. 2011 inderdaad, met Batman Arkham City, Bioshock Infinite, The Elder Scrolls 5 uh, Skyrim, Tomb Raider en Uncharted 3, Drake's Reception. Vijf grote games, dat je denkt, vaak weet je, dat alles vind ik vet en wat gaat daar, waar moet ik dan voor kiezen? Dat gevoel wil je hebben, uh, daar werd je blij van uh, tijdens de E3, dat je wist van de komen, echt minimaal tien grote games aan die ik moet uh, gaan spelen. Nou, dat is allemaal nu wat minder, uh, dat is jammer. Maar goed, we blijven alles in de gaten houden um, en ja... Binnenkort kom ik weer met een nieuw spreekbeurtje langs.